Hoi, ik ben Puk. En ik ben Flynn. En wij zijn vandaag bij de start van de viering van de 75 jaar vrijheid. Interneuzen. Hallo. Hallo. Nice to meet you. Can we interview you? We can try. What do you think about today? It's nice weather, but the most important thing is this celebration. Because this celebration is important also for you, for new generation. Het is heel goed dat we na 75 jaar hier nog eens een keer aandacht aan besteden. Zodat we weer eens even weten, die vrijheid waar we nu geweldig van genieten, die is niet voor niks gekomen. Daar hebben anderen voor gevochten, een leven voor gelaten. En daar moeten we ook even bij stilstaan, maar wel dankbaar voor zijn. Ik vind het heel belangrijk dat wij als jongere generatie erbij stilstaan dat we vrij zijn, dat we leven in een land zonder oorlog. En dat we eigenlijk elk moment dat we het even kunnen vieren, dat we dat vieren en dat we even gewoon al lig je in je bedje en denk je even na van jeetje, mijn opa en oom hebben misschien wel moeten vechten voor hun leven vroeger en wij liggen gewoon te chillen in ons bed en we zijn niet bang. En dat is zo'n fijn gevoel en misschien beseffen we ons dat niet vaak genoeg omdat het allemaal zo normaal is. En dan vind ik het heel leuk vandaag dat we weer even zo'n momentje hebben dat we denken yes, we zijn vrij. En ik vind het zo fijn dat ik hier als jongere generatie samen met heel veel kinderen die hier in de kamer staan. Misschien wel de laatste generatie ben die nog mensen die de Tweede Wereldoorlog in leven en lijf hebben meegemaakt kunnen ontmoeten. Wij moeten weer aan onze kinderen kunnen doorvertellen wat die verhalen waren. En dat ze zeker weten dat we dat nooit, nooit, nooit meer willen meemaken. Oké? How do you feel about today? I can't believe it. It's so fantastic. In fact, it's so good, I think I'll come back. You should learn a lot from the memory, from the past. You should learn about how people can survive those horrible times. The whole event is about making sure that the next generation knows what happened and they won't repeat some of the same mistakes that we've made in the past. These choices of people in the past are very important for you to be learned about it. Wat vindt u ervan dat de kinderen bij deze dag zijn? Fantastisch, weet je, want we hebben nu hele oude mannen gezien die nog leven, die ons bevrijd hebben. En het is zo belangrijk dat we dat met z'n allen ons realiseren als ze niet meer leven. Dat jullie dit hebben meegemaakt en dat we aan jullie kinderen en kleinkinderen over 40, 50, 60 jaar kunnen vertellen. Ze blijven het herdenken. Super. En vrijheid is dus niet zomaar. Hoe is het? Goed. Jullie vooraanstaan, dat vind ik helemaal tof. Kijk, want weet je wat er gebeurt? Er gaan steeds meer mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt. Die sterven, de opa's en oma's. En ik denk dat het heel goed is als kinderen toch het verhaal blijven horen en blijven vertellen. Dus als jullie goed opletten, kunnen jullie het straks weer aan jullie kinderen vertellen. Dus ik ben er super trots op kinderen hier zijn. Wat is de boodschap hier vandaag? Voor mij is de boodschap dat jullie ook zelf verantwoordelijk voelen om Nederland net zo mooi en vrij te houden en de wereld als dat het nu is. Dat jullie echt zelf zien wat jullie kunnen doen om het verschil te maken. En denk je dat de vrijheid blijvend is? Als jij je best doet, kun je zorgen dat mijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen net zo vrij zijn als ik en jullie.